Zijn belastingen onrechtvaardig? Vanuit Views in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Beste studenten, het volgende college gaat over de vraag: zijn belastingen onrechtvaardig? Het antwoord is ja. En nu kunnen we allemaal naar huis, in principe. Maar dat gaan we niet doen. Ik ga u ook uitleggen waarom dat zo is. De openingsslide die jullie gaan zien is een pancarte die de straatkunstenaar Banksy een paar weken terug op Twitter heeft gepost. En die eigenlijk zeer goed samenvat hoe wij met z'n allen over belastingen denken. We willen allemaal op goede en netjes onderhouden wegen rondrijden. We willen allemaal een goed onderwijssysteem, goede sociale zekerheid, scholen, bibliotheken, noem maar op. We willen het allemaal, alleen betalen we daar niet graag belastingen voor. Nochtans zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overheid kan maar voorzieningen voor de bevolking gedaan maken als daar centen voor zijn. Koken kost geld en die centen moeten afkomstig zijn van ons belastingssysteem. Maar toch, we zitten daar in een schizofrene situatie. We willen het ene, maar we willen ook het ander. En dat gaat nu eenmaal niet samen. En dat leidt vaak... vaak zijn er schandaaltjes en de afgelopen jaren zijn er wel een aantal geweest. We hebben de Panama Papers gehad, de Paradise Papers, en dan is er zeer veel publiek protest. Maar anderzijds is er ook heel veel publiek succes wanneer een bank bijvoorbeeld weer een of ander spaarproduct lanceert waarbij we belasting kunnen besparen. En dan krijgen we eigenlijk een conflict tussen de maatschappelijke solidariteit aan de ene kant en aan de andere kant de individuele vrijheid. En in de kern van dat conflict zit een begrip verscholen dat de fiscale rechtvaardigheid omvat. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar wat is dan nu fiscale rechtvaardigheid? Wel, om die vraag te beantwoorden, moeten we eigenlijk ook terugkoppelen naar klassiekers. En de eerste die we aan bod zullen laten komen, dat is Aristoteles. Aristoteles heeft zoveel honderden jaren terug heel wat geschreven. Onder andere zijn Ethica Nicomachea. En daar heeft hij de deugden omschreven. En een van die deugden is rechtvaardigheid. En heeft dat opgedeeld in verschillende subdivisies. En een van die subdivisies is de distributieve rechtvaardigheid. En dat houdt dan verband met alles wat in een gemeenschap gebeurt rond het inzamelen van middelen en het verdelen van middelen. En daar was de conclusie van Aristoteles dat het gelijke gelijk moet worden behandeld, het ongelijke ongelijk moet worden behandeld. En als het gelijke ongelijk behandeld wordt, ja, dat kan wel, maar dan moet dat ten goede komen van onze maatschappij. Die stelregel, die historische stelregel, die klassieke stelregel, die moeten we in ons achterhoofd houden en dan de volgende vraag stellen. Is ons belastingssysteem rechtvaardig? Ik heb al gezegd dat dat niet zo is. En we moeten heel vaak vaststellen dat gelijke situaties in ons belastingssysteem ongelijk behandeld worden. Dus geen rechtvaardigheid in de klassieke zin van het woord. En hoe komt dat nu? Wat is daar de reden voor? Wel, dat heeft in grote mate te maken met onze belastingdruk. We hebben een zeer hoge belastingdruk. Op de volgende slide zult u kunnen zien dat we op de derde plaats staan in de OESO-ranglijst van landen met de hoogste belastingdruk. 44,2% van het bruto binnenlands product gaat naar belastingen in ons land. Dat is krankzinnig hoog. Daar is iedereen van overtuigd. En omwille van het feit dat die druk zo hoog is, ontstaan er ontsnappingsmechanismen. De eerste vorm van ontsnappingsmechanismen, dat is de belastingontwijking en de belastingontduiking. Het ene mag, het andere mag niet, maar het resultaat is hetzelfde. 1 - 1 = +2. Voor elke euro die ontweken of ontdoken wordt, moet er €1 in de pot worden gelegd door degenen die niet hebben ontweken en ontdoken. En een tweede vorm van ontsnappingsmechanisme die we zien ontstaan, dat zijn de lobbygroeperingen. We hebben een systeem van wat we dan noemen fiscale coterijen. En die fiscale coterijen, dat is het gevolg van fiscale lobbying. lobbygroepen die de regering bewerken in de hoop een bijzonder gunstregime door het parlement te jagen en voor hen te creëren. En dat lukt. Blijkbaar een koud kunstje om dat te doen, want we hebben enorm veel uitzonderingsregimes in ons fiscaal systeem. Maar dat leidt tot gelijke situaties die ongelijk behandeld worden. Een paar voorbeeldjes. De huidige regering heeft de Karataks in het leven geroepen. De Karataks is een bijzonder fiscaal regime voor de diamantsector. Een paar weken terug heeft een Vlaamse zakenkrant een artikel gepubliceerd waarin werd gesteld dat dankzij de Karataks de diamantsector in dit land 12 keer meer winst aangeeft en 3 keer meer belasting betaalt. En dat wordt als fantastisch nieuws naar voren gebracht. 12 keer meer winst, 3 keer meer belasting. Als u en ik met ons bedrijf 12 keer meer winst maken, gaan we 12 keer meer belasting betalen. Niet de diamantsector. Daar hebben we een uitzonderingsregime voor. Een ander voorbeeld is de fameuze effectentax, waar er heel wat om te doen is geweest de afgelopen maanden. Het antwoord van de regering in de zoektocht naar fiscale rechtvaardigheid en het belasten van de grote vermogens. Elke particulier die een effectenrekening heeft waar meer dan €500.000 op staat, zal het homeopathische tarief van 0,15% belasting moeten betalen. Terwijl iedereen weet dat de echt grote vermogens in dit land niet op een particuliere effectenrekening staan, maar in holdingvernootschappen zijn ondergebracht en die vallen niet onder de effectentax. Dus wie ga je dan belasten? Dat zijn niet de rijken, maar de armen onder de rijken. En zo creëer je terug een zekere vorm van onrechtvaardigheid. En ons systeem is daarvan doorspekt. En dat heeft vergaande consequenties. Want onrechtvaardigheid zorgt voor frustratie. En als mensen gefrustreerd zijn, dan gaan ze op zoek, of terug op zoek, naar andere ontsnappingsmechanismen. En dan kom je in de neerwaartse spiraal terecht van de vicieuze cirkel. En dat is gevaarlijk. En degene die dat al doorhad, was onze vriend Machiavelli, die in 1500 al heeft gesteld dat de manier waarop een overheid omgaat met fiscaliteit, dat is van belang voor de legitimiteit van die overheid. Dus men moet daar zeer voorzichtig mee zijn. En die boodschap die blijkt stilletjes aan wat te verwateren. Nochtans, men zou moeten beseffen dat dit gevaren inhoudt. Want uiteindelijk, als wij als mens, als biologisch wezen, onrechtvaardig worden behandeld, dat doet iets met ons. En dat is aangetoond door andere professoren, meer bepaald Frans de Waal, een bioloog. Die heeft dat zeer mooi aangetoond, dat wij eigenlijk biologisch zijn voorgeprogrammeerd om in opstand te komen tegen onrechtvaardigheid. In het filmpje dat je nu gaat zien, zie je 2 kapucijnenaapjes die een opdracht krijgen. Ze moeten iets doen met een steen en dan krijgen ze een beloning. De ene aap krijgt een druif, de andere aap een stuk komkommer. En dan moeten we eens goed kijken wat er gebeurt. Dus de aap die de komkommer krijgt, die komt in opstand tegen de opdrachtgever. En die opstand, stilletjes aan, is zich dat aan het manifesteren omwille van het feit dat die belastingen onrechtvaardig zijn. En je krijgt een soort gradatie in dat verhaal. Gradatie in verzet. En het is nu eigenlijk aan de overheid om te bepalen wanneer zij ingrijpen. Hoe ver zij dat verzet laten doorgaan. Het verzet begint vrij onschuldig. En dan zitten we bij laten we zeggen, het kunstenverzet. Hier ziet u Serge Gainsbourg, die op tv een protestactie doet tegen het feit dat hij 74% belasting moest betalen in Frankrijk op zijn inkomen. Dan moet je eens goed kijken wat hij gaat doen. Hij neemt een briefje van 500 Franse francs en voilà, hij laat het opbranden tot op het moment dat 74% van het briefje is verbrand geworden. Maar dat is nog het sympathieke verzet. Wij zijn dat stadium al voorbij. Wij zitten in het volgende stadium, het stadium van het maatschappelijk protest. Het volgende filmpje wat u gaat zien is een protestactie in een Starbucks-vestiging. waarbij, men noemt dat dan de antiglobalisten, in verzet komen tegen de belastingontwijkingsmechanismen van multinationals. Net voor de kerstvakantie zijn er gelijkaardige acties geweest tegen Apple. Zijn Apple-vestigingen geblokkeerd in Parijs. En dat zorgt ervoor dat het publiek zich stilletjes aan gaat manifesteren tegen multinationals en dat de economische boycott die daaraan gekoppeld kan zijn, die bedrijven ertoe brengt om vrijwillig, tussen aanhalingstekens, meer belasting te gaan betalen. Maar nog blijkt dat de overheid, en eigenlijk overheden wereldwijd, dat toch allemaal maar met leden ogen aanzien, want ze willen niet liever dat die multinationals op hun grondgebied komen en daarvoor moeten ze fiscale gunstregimes creëren. En nu begint het volk te morren en zich tegen die fiscale gunstregimes te verzetten. Zeer moeilijke evenwichtsoefening voor die overheid. Maar als men niet luistert, dan gaat het naar de volgende stap. En wie dat aan de lijve heeft mogen ondervinden, is Margaret Thatcher in de jaren 80. Die had de poll tax ingevoerd in Groot-Brittannië. En dat is ook gestart met een maatschappelijk protest, wat uiteindelijk heeft geleid tot wat men is gaan noemen de Battle of Trafalgar Square. Uitermate gewelddadig protest, die eigenlijk de eerste stap is geweest in de val van Thatcher. Het kan verder gaan dan een pure val van de regering. Het kan ook echte revoluties doen ontstaan. De Franse revolutie was in essentie een fiscale revolutie. Het is gestart met het verzet van de bevolking tegen de fiscale privileges voor adel en klerus. De Amerikaanse burgeroorlog heeft ook een ommekeer gekend met het verhaal van de Boston Tea Party, waarbij men ook in protest is gekomen tegen theebelasting. Zaken waar men stilletjes aan moet over beginnen nadenken. Als men mensen onrechtvaardig behandelt, kan dat de consequentie zijn op termijn. Hoe moet het dan wel? Ook daarvoor kunnen we terugkoppelen naar een klassieker. We hebben Colbert, die de politiek adviseur was van Louis XIV. Die heeft gezegd dat de kunst van het belastingheffen, men ziet dat als een kunst, bestaat erin dat men de ganzen gaat plukken om zoveel mogelijk pluimen te hebben met zo weinig mogelijk gekrijs. Dat is de kunst, of die ambacht is men vandaag de dag eigenlijk verleerd, met het gekende resultaat als gevolg. Dus om te besluiten, zijn onze belastingen rechtvaardig? Nee, ze zijn niet rechtvaardig. Zijn ze onrechtvaardig? Ja, ze zijn onrechtvaardig. En het wordt hoog tijd dat we onze stem daarover laten horen. Voilà, ik dank u.